Ik zweer aan de volkeren van het koninkrijk. Erg voorbereid waren we niet. De eerste kroon, die was van hout. Dat ik het statuut voor het koninkrijk en de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het koninkrijk met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren. Dat ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen. Zoals een goed en getrouw koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Nu kun je naar Engeland om je charter te verloven. You know, my father became king of the Netherlands, and I will be his successor. Surely. Otherwise my father would not have agreed upon our engagement. Well, have you heard any new rumors while I was gone? Yes. That you started to resemble a spider. Thank you. And that you can't sit still for one moment. That's true. And that your head is far too large for your body. No, they mean my spirits. Because I'm so intelligent, it not fits in my head all at the same time. So. And that you've gone completely bald. No, don't say those things. No, that's not true. That's not. Is it? Is it? Who's that? Leopold of Saxon-Coburg. Flemish royalty. He's just ever so. He's your rival, you know. Hello. Charlotte. U bent me te snel af. Pardon? Ja, waarschijnlijk bent u eerder majesteit dan ik. Anders had Charlotte voor mij gekozen. U, majesteit. U weet wat ik bedoel. Mijn tijd komt. Ik word eenmaal koning der Belgen. Nee. Nee, dat stukje grond dat blijft van mijn vader. En als ik later zijn plaats. Maar ik gun het u. Wat? Wat gunt u mij? Uw verloving met de Engelse koningsdochter natuurlijk. Ze is geestig. En aantrekkelijk. Net zoals u. Frederik George Lodewijk. Erfprins van Oranje. And that's why it's very good they made this solid marital contract between the two of you. Contract? What contract? Well, I'm sorry to say, but your father is rather suspicious. What do you mean? Well, I think he sees you as a threat to his position. And therefore he would like to send you away to Holland by marrying you off to the prince. Charlotte, is there such a contract between us? No, there couldn't be. But actually, that would just be so typical of him. I'll go speak to him right away. Damn him! U bent een schoft. Ach, kom maar, prins. Een schoft. U moet toch weten in wat voor een familie u terechtkomt? Charlotte. Hoe bent u er eigenlijk achter gekomen? Hoe bent u zo zeker dat de vader van Charlotte haar kwijt wil? Gewoon nadenken. King George moet wel een hele bijzondere reden hebben om zijn troonopvolger uit te huwelijken aan de Lage Landen. Hij is gewoon bang dat zijn dochter hem van de troon zal stoten. Daarom moet ze weg. Is toch zo klaar als een klontje? Luister, ik ben een veel betere huwelijkskandidaat dan u. Ja, absoluut. Op papier zeker. En in het echt. Merde! Tu es fou, quoi? Oh, my God. It's true. I have to marry you. And then I'm only allowed to return to England once a year. And then only if I have my father's permission. Within 5 days, I have to be back in Holland. Oh. That's the contract I'm supposed to sign. I just won't. Never. What happened to you? The spider has bitten. Thank you.
wel zo eens een blauwtje lopen? Heel Europa heeft er zich de blaren op de tong over geroddeld. En Guillaume? Die deed wat hij altijd deed na een teleurstelling. Zichzelf uitdagen. Vechten. Hij was wel dapper. Dat kunnen ze hem niet ontnemen. Hij vocht gewoon mee. In de frontlinies. Bij Quatre Bras en Waterloo. De slag voor Guillaume niet. Hij raakte behoorlijk gewond. Maar omdat Napoleon toch werd verslagen, zou die verwonding ook een held van hem maken. In elk geval bij de vrouwen in het gezin. Maar blijft er toch? Je zult zien dat Guillaume het zal doen voorkomen dat hij eigenhandig Napoleon bij Waterloo verslagen heeft. Nee, je zult zien dat hij verbeelding krijgt. Dat mag best. Hij heeft al zoveel kommer gehad. Ja, dat je hem altijd dwars zit, lief. Dan die afschuwelijke afwijzing in Londen. Dat die Leidinger Charlotte nu trouwt met die lage adel, die Leopold. Ach, wees blij dat die verloving niet doorgaat. Anders hadden we met het halfkrankzinnige Engelse vorstenhuis opgeschreven gezeten. Nou, daar ben ik helemaal niet blij om, mama. Nee, omdat jouw aandelen daardoor gekelderd zijn. Onze jongen is gewond geraakt. Ik ga hem tegemoet en dan zal ik hem onmiddellijk vertellen over de tsaar. Dat doe je niet. Zolang ik hier nog brieven kan schrijven, dan zal het wel meevallen. Ze hebben hem helemaal opgelapt. Het was verschrikkelijk. Mama, kijk, hier is hij. Het is goed. Grootmoeder. Zo. Laat maar eens even kijken. Ja. Je bent zeker 2 meter gegroeid, denk ik. Dank u wel. Frankrijk is weer terug waar het hoort, papa. Het is voornamelijk mijn lichaam geweest dat de overwinning heeft bezorgd. Maar België is van ons. Lieverd, De tsaar van Rusland is hier geweest. En we hebben gesproken over zijn zuster. Anna Paulowna. Je wordt verwacht in Sint-Petersburg, mijn jongen. Och, kom. Anna Paulowna heet ze.